Ja, het is heerlijk om na coronatijd weer te kunnen zingen. Deze keer de Johannes Passion als paasstuk. We voeren het 4 keer uit, 17, 18, 24, 25 maart in Ede, Middelburg, Zwijndrecht. Geweldig stuk. We doen hem in de zogeheten versie van 1749. De versie die we ook kennen als zodanig, zoals die zo vaak wordt uitgevoerd tegenwoordig. Maar er zijn natuurlijk heel wat stukken tussendoor geweest. Bach heeft flink gesleuteld. Bijzonder vind ik dat hij wordt aangenomen als Thomas Cantor in Leipzig. Componeert als eerste deze passie. En net voor het sterven, 1749, grijpt hij weer terug naar zijn eigen passie, de Johannes Passion. En ik heb dat horen vertellen, dat eerste stuk, als je naar de notenbeeld kijkt, het eerste en de tweede stem, de hobo en de fluiten, dat Jezus voorstelt. En dan de middenstem, de violen, dat de Heilige Geest is, dat het zweeft als het ware. Je hoort het zweven. En dan de bas, de vaste grond, Vader, God de Vader. En dat klinkt dan heel mooi samen. En ik vind dat heel aangrijpend om bij de tekst onze Herrscher, terugdenkend aan Psalm 8, om dan ook die dissonerende hobo's met elkaar samen te horen. Zeer aangrijpend stuk. Dan laten we een stukje zingen. Maat 16. De dissonerende hobo's met elkaar, het zwevende van de violen en de grond daar. En dan die prachtige tekst, driemaal her. De drie-enigheid die je ook daar weer in terug hoort. De driemaal aanroep her, Vader, Zoon, Heilige Geest. Koraal 22, vind ik dat een heel bijzonder koraal, omdat het middenin de Johannes Passion staat. Dus het is echt als het ware het hart van de Johannes Passion en de zeer aangrijpende tekst. Door de gedijnke vingernis, Gottes Zoon, moest ons die vrijheid komen. He, door uw gevangenschap is voor ons de vrijheid gekomen. En dat is de hele positieve tekst eigenlijk. Zullen we het zien? De chromatiek. Moest onze knechtschap eeuwig zijn. Prachtig. Nou, wat is er zo mooi aan de Johannes Passion? Voor mij gaat het ongeveer 7 jaar terug. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik de Johannes Passion in het echt hoorde. Overweldigende muziek, overweldigende teksten. Wat ik ook mooi vindt in Johannes is dat het gelijk echt to the point is. Echt dramatisch ook in bepaalde delen. En mooie kern van de Johannes Passion vind ik ook het koraal Door Gedijnke Gevangenis, Gottes Zoon, moest ons die vrijheid komen. Zomaar een kleine impressie hoe we dat gaan doen. Dit is een klein gezelschap van Dutch Rock Vocal Consort. We voeren het uit met het hele koor. En laten we ook Bach geven wat hij vraagt. 4 stemmen per stem. Zo, dat voldoen we aan. Paul, jij hebt als jongen op een jongenskoor gezongen. En eigenlijk daar heb je Bach leren kennen. Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat ik op dit moment eigenlijk al 50 jaar fan van Bach ben. Op mijn 10e ben ik gerekruteerd bij een jongenskoor. En ik liep daar binnen. En mijn eerste noten die ik daar hoorde waren uit het Weihnachtsoratorium. Deel 4, valt niet danken, valt niet lopen.
Vanaf dat moment was ik eigenlijk fan van Bach, is nooit meer weggegaan. Ondertussen zing ik het steeds vaker. Niet dat het altijd prettig is, want Bach was een organist, dus als zanger krijg je gewoon geen tijd om adem te halen. Maar het blijft een uitdaging en als je het eenmaal met de hele groep op een mooi podium hebt uitgevoerd, dan ben je toch wel weer erg tevreden en kan je er ontzettend van genieten. Dus aankomende tijd gaan we hem 4 keer doen. Ik zou zeggen, kom alle. Paul, dankjewel voor je woorden. En zo genieten we allemaal van Johann Sebastian Bach. U kunt ook genieten van dit prachtige werk van Johann Sebastian Bach. Bestel uw tickets daarvoor op www.dutchbaroque.nl. 17, 18, 24, 25 maart. Hartelijk welkom.